Het was afgelopen zaterdag Demolition Day. De nationale open dag bij sloopbedrijven en asbestverwijderaars. En in Zwolle was afvalverwerker Hogeboom op de Hersenpoort geopend voor het publiek. Demolition Day is eigenlijk dus dag van de slopersbranche. Wij zijn ook als Hogeboom zijn we sloopbedrijf. We doen ook recycling, zeg maar. En eigenlijk hebben we open huis om te zien wat onze branche allemaal doet. En wat voor mooie dingen we eigenlijk allemaal doen. Omdat de slopersbranche is eigenlijk een niet zo sexy, leuke branche, zeg maar. En toch een inkijkje te geven in onze mooie wereld. Wat ik zie hier allemaal beton binnenkomen, grote stukken met van alles ertussendoor. En wat gaat daarmee gebeuren? Ja, als wij beton binnenkrijgen, proberen we dat eigenlijk zoveel mogelijk apart te houden. En apart te houden om beton moet eigenlijk in onze visie eigenlijk beton blijven. Maar we krijgen ook andere dingen binnen, zoals metselwerkpuin of van een badkamer slooppuin. Ja, dat bewerken wij, zeg maar, met onze puinbreker weer tot granulaat, mengranulaat voor onder de weg. Dus dat hergebruiken we op die manier. En de beton, die breken wij weer apart. We hebben een samenwerking met 6 sloopbedrijven in circulair mineraal. Die bewerken we weer om weer zand, grind vervangen te maken en een vulstof. Zodat we dat weer terug kunnen brengen in de keten. Die wordt ingevoerd en dan vallen we dus naar beneden en die rotor. Die neemt het dus mee, die puin. En dan wordt het tegen in dit huis, zeg maar hierachter, wordt eigenlijk kapot geslagen. En als dan de korreltjes... Ja, tussendoor willen, dan wordt het afgevoerd naar de zeef en dan wordt het afgezeefd. Ja, eigenlijk als ik iets versta onder sloopwerken, dan denk ik van nou, we breken de hele boel af en we brengen het hier in een hoge boom. Maar eigenlijk gebeurt er veel meer mee. Eigenlijk wordt het grootste gedeelte van een flatgebouw wordt weer hergebruikt, begrijp ik. Ja, klopt, inderdaad. Want wij zijn steeds meer circulair aan het slopen, noemen ze dat. Dus wij zijn steeds meer het gebouw aan het demonteren of eigenlijk omgekeerd bouwen. Dus ja, waar in het verleden zeg maar, de deur of het kozijn als laatste erin ging, gaan wij die als eerste weer eruit halen. En proberen we al die deelstroompjes, zeg maar, dus kozijnen, hout, balken, vloerdelen, keukens, proberen we weer afzet voor te zoeken. Maar dan kun je denken aan scholen bijvoorbeeld of oude gebouwen, maar ook bijvoorbeeld aan boerderijen die we ook de hele stallen zeg maar, demonteren en elders worden die weer neergezet. We stonden net bij een grote puinbreker, denk ik dat het is. Je hebt even laten zien wat erin zit. Er komt allemaal kleine kiezels uit. Wat gaat daar nou bijvoorbeeld mee gebeuren? Ja, die kleine kiezels, zeg maar, een deel bewerken we weer tot grind en zandvervanger voor in de beton. En een deel of zeven we, zeg maar, om weer toe te passen als straatlaag of als waterpasserende bestratingsfundatie. Of gewoon traditioneel als verhardingsmateriaal onder een weg of onder een gebouw. Dus als ik over de A28 heen rijd, dan kan ik zomaar eventjes over een flatgebouw heen rijden. Ja, inderdaad. Kun je inderdaad, ja, en waarschijnlijk of mogelijkwijs komt het zelfs hier vandaan. Dus ja.